Hallo allemaal, live vanaf het centrum van Aalburg. De komende 3 dagen is er een prachtige schaatsbaan, een ijsbaan, door Hart van Aalburg neergezet. Ook KFM en Altena Digitaal zijn er uiteraard ook bij. En we gaan verslag maken, we gaan plaatjes draaien, allemaal voor het goede doel. Dus kom allemaal naar het centrum van Aalburg, lekker schaatsen. He? Lekker schaatsen zo. En plaatjes aanvragen bij het glazen huis van OKFM. Dus kom allemaal. En 9 minuten voor 6:30, dat betekent dat, ja, ik denk zo'n kleine 10 minuten dat burgemeester Naterop straks officieel de ijsbaan gaat openen, waar intussen al wat mensen aan het schaatsen zijn. En wie heb ik hier naast me? Miranda de Waal. Miranda de Waal. Jij kwam net even heel sjoegend binnen met een grote bus, vertel. Ja, zo werd mij gevraagd dat ik de bus voor de donaties wilde brengen. Ja, en toen? Dus ik denk, ik ga officieel maar niet brengen, even, maar dan staat er al één. Ja, er staan er en 2. En 2 zal bij gevuld worden. Ja. Goed toch? Ja, ja, nou ja, goed. Laat je hem staan? Nee, ja, nee, we houden het maar bij 1, hè? Ja, dat ja. Zal denk wat zijn er eigenlijk? Het ziet er wel mooi uit, lijkt wel als je een bloempot op normaal opzet. Ja, ze zijn gewoon donatiebus hebben we gedaan. Ah, super. Dat heb je nu nog speciaal in elkaar gezet, dus. Ja. Oh, wat mooi. Het zijn wel leuke dingen. Ja, voor de spaaractie van de winkeliervereniging. Ah, die eigenlijk ook gebruikt. Leuk, leuk. Hé, hey, ja. Dankjewel. Ja, en dan moet je duim even omhoog, jongens. Dan moet je duim omhoog, hè? Ja, ook vanavond kan die natuurlijk niet ontbreken. De burgervader van de gemeente Aalburg, niemand minder dan Fons Naterop. Een hele goede avond, Fons. Dankjewel. Jullie ook allemaal een goede avond, hè? Ja. Deze fantastische omgeving zo, hè? Nou, kijk, als we zo kijken, dat is toch werelds eigenlijk? Nou, het lijkt geen Aalburg eigenlijk, hè? Het is een beetje een grote stad zo'n beetje aan het worden, hè? Maar ik vind het fantastisch, wel een mooi initiatief van Hart van Aalburg dat ze dit doen. En het is toch een beetje de kilte van deze decembermaand opvluren met zo'n baan. Iedereen is met de kerstboom bezig binnen in huis en dit is dan echt het Hart van Aalburg, letterlijk en figuurlijk, met zo'n 300 meter baan. Want het is geen kleintje, hè? Hij is groot. Hij is echt groot. En ik begreep vanmiddag was er heel veel jeugd. Het is nu natuurlijk een beetje het begin van de avond. Mooi overdekt ook. Hè? Dat is ook een mooi meegenomen. Hè? Want het wordt wel minder weer de komende dagen. Maar dan kun je toch hier ontzettend mooi plezier maken. Plezier met z'n allen samen. Met name samen, precies. En al die mensen die toch eventjes zeggen van nou ik wil even toch gluwijn ophalen. Hè? Want dat hoort er ook bij. En dan even de kinderen hier op die ijsbaan. En zelfs er ook op natuurlijk. Hè? Ja, u was er net op, hè? Hoe was het? Ik was er net op. Ik samen met Huip, hè, eventjes achter de stoel zo. Hè, want ja, we worden wat ouder, hè? Nee, maar dat was gewoon eventjes leuk om op die manier te doen. En ik heb wel vlegels geschaatst vroeger, maar ik was nooit een echte schaatser. Maar die echte winters van vroeger, die hebben we niet meer, hè? En dan moet je dit soort dingen dan toch maar... Ja, dit soort zelf creëren. Zelf creëren, maar ik vind het heel leuk dat ze dat initiatief genomen hebben. De baan staat 3 dagen. Gaat u er nog op? Nou, we gaan sowieso nog kijken een paar keer. Zeker weten. Ja. En wat vindt u trouwens van het goede doel wat we eraan gekoppeld hebben? Ja, dat is ook fantastisch. Kijk, het is niet, je zet ze iets weg, maar dan ook daar aan koppelen, dat is natuurlijk fantastisch. Dan moet je, ja... Kijk, dan trek je ook extra mensen ook weer mee. Wilt u nog een oproep doen voor Steunstichting Dam? Want wij staan hier met OKFM natuurlijk dat mensen plaatjes kunnen aanvragen en dan voor een donatie. Nou, steun dit goede doel, dames en heren, jongens en meisjes. Doe er iets mee. Probeer er ook een geldbedrag tegenaan te gooien. Want het is niet alleen voor mensen zoals wij allemaal goed vertoeven, maar ook voor diegenen die dan een warm hart toe dienen voor die stichting. Nou, ga ervoor. Dankjewel. Het zijn de eerste uurtjes van het glazen huis hier in Wijk en Aalburg in het centrum namens ondernemersvereniging Hart van Aalburg. En we zijn aan het proberen om zijn centjes binnen te sprokkelen voor het goede doel. En het goede doel is Stichting Dam. Dan heb ik 2 hele aardige mensen hier voor mijn neus staan. En ze is er een van worsteling met de koptelefoon, maar rechts van mij staat een hele biologische man. De andere ene tegen mij. Dat is zijn eigen bakker. Gerard Hardeman, goedenavond. 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 En aan de andere kant heb ik, dat moet ik even goed zeggen nou natuurlijk, Gijs Berti, goedenavond. 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 Fijn dat jullie er zijn. Want dankzij, we gaan het voor jullie stichting doen eigenlijk. En Stichting Dam, Gerard, kun je een beetje uitleggen wat het nou eigenlijk precies inhoudt voor mensen die zeggen van, nou wat is dat ook alweer Stichting Dam? Dat is 15 jaar geleden begonnen.
Ja. Destijds bezorgde ik brood hier in Wijk en Aalburg. En dan kom je bij mensen die jou gewoon niet kunnen betalen. En dat is heel veel stil en verborgen armoede, maar vaak is het overkomt het mensen. Ja, het is keihard de realiteit. Het is keihard de realiteit. En toen dacht ik van, daar moeten we wat aan doen. Ja. Heb ik bij de kerk een paar keer gevraagd van, jongens, doe er eens wat aan. Ja. Maar dat ging het niet worden, want ik ben meer een doener dan een prater en een afwachter. Ja. Dus op een gegeven moment dacht ik van, ben ik s'avonds naar mijn buurman gegaan, naar Willy Vossen, het uitgelegd en gevraagd van, doe je mee? En hij zegt, doen we. En s'avonds om 10 uur hadden we een bestuur. Kijk. En s'maandag zaten we bij de notaris, hebben we een stichting opgezet. En van daaruit zijn we mensen gaan helpen. Hoe lang is die stichting? Bestaat wel, die stichting? 15 jaar. 15 jaar alweer. Ja. Dus moet je eens kijken hoe hoog het is eigenlijk. Je zou eigenlijk hopen dat je een keer kon zeggen van, weg met die stichting, we hebben hem niet meer nodig. Maar het blijft ook altijd wel een volle item. Hij is steeds harder nodig. Oké, ik heb Gijs Bert hier aan de andere kant hier naast me staan. Wat is jouw functie in de stichting, Gijs Bert? Ik ben een van de bestuursleden. Ook een van de bestuursleden, dus. Ja. En u bent er ook al vanaf het begin ervan bij, of niet? Nee hoor, nee, ik ben er pas sinds een aantal jaren bij betrokken. Heeft u dan ook een aparte taak in het bestuur, of is het gewoon, we doen het gewoon lekker met z'n allen, we hebben dan een prachtige stichting? Of, Ja, we doen het gewoon met z'n allen. Met z'n allen, zo hoort het eigenlijk ook, hè? En maar meestal gebeurt het altijd met de feestdagen, dat is het vervelende ook altijd, maar het zou eigenlijk iedere dag moeten, hè? Eigenlijk wel. Ja, misschien proberen we dat. Ja, dat is inderdaad. Ja. Dat wij opereren ook het liefst anoniem. Ja, okay. Maar we hebben dit jaar voor het eerst wat bedrijven aangeschreven. Ja, okay. Om onze funding wat op peil te brengen. Ja, ja. En wordt er dan ook goed druk op gereageerd, Gijs, weet je, of niet? Of zeggen mensen nou ja, wij zijn wel blij dat heel veel bedrijven daar positief op gereageerd hebben. Ja. En onder andere, ja. Dat wij door de ondernemersvereniging Aalburg zijn gekozen als goed doel. Ja. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Dus ook hartelijk dank daarvoor. En wij zijn er ook heel erg blij mee. Want dankzij kunnen wij weer lekkere muziek gaan draaien. Want het is de bedoeling dat mensen dus geld gaan doneren voor een plaatje. En dat gaat ook weer naar jullie stichting. Want dat is toch wel mooi eigenlijk dan.